welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag jullie mijn favoriete make-up laten zien van de laatste periode. Mijn kanaal is vooral gericht op make-up uitproberen, reviews en dat soort dingen. Dus ik heb best wel vaak nieuwe make-up. En er zaten zeker weer een aantal favorieten bij. Nou, hoe doe ik dit normaal? Normaal zit ik hier al gewoon helemaal opgemaakt en klaar. En dan vertel ik gewoon over mijn favoriete producten en laat ik ze gewoon zien. En leg ik uit wat ik ervan vind en that's it. Maar ik dacht, ik ga het nou anders doen. In plaats hier al gewoon kant-en-klaar bij te zitten en gewoon alles te vertellen, ga ik het ook gewoon gelijk aanbrengen. Ik denk dat jullie dit ook een betere manier vinden. Dus laat me vooral weten in de comments wat jullie hiervan vinden. Vind je het fijner als ik gewoon praat en klaar? Of vind je het fijner als ik het ook gelijk aanbreng? Dus ben je benieuwd naar mijn nieuwe favoriete ontdekte make-up? Dan vergeet niet te liken en te abonneren. Daar help je mij echt ontzettend mee. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Vandaag ga ik eerst beginnen met mijn ogen. En ik heb een nieuw oogschaduwpaletje. En mensen, dit is echt een super mooi paletje. Van Jouer Cosmetics heb ik hier de 10 Lines palet. Dit is ook echt een vrij nieuw paletje. En het is echt vooral gericht op de zomer. Kijk deze prachtige kleuren. Ik heb dit paletje van beautybay.com. En op zich is hij niet echt super duur. Jouer is wel een heel duur merk, maar ik vond de prijs op zich meevallen. Maar je hebt ook weer niet echt super veel kleuren, dus op zich is het dan in verhouding wel een beetje duur. En wat ik vooral zo mooi vind aan dit paletje is dat het van hier tot hier is het een beetje neutrale kleuren. En dan hier heb je 4 pops van kleuren om je make-up look wat heftiger te maken. En ik ben echt super blij met het paletje. Ik vind hem echt ideaal, super mooi en I really like it. Dus hiermee ga ik even een ooglook maken. Qua oogschaduwprimer heb ik niks echt nieuw waarvan ik echt denk, wauw, dit moet je echt hebben. Dus ik gebruik gewoon weer mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. En ik begin met de peachy oranje kleur, die heet Beachaholic. En met de grootste fluffy kwast in mijn ogenkwast zet, breng ik deze kleur aan helemaal in mijn arcadeboog. Dan pak ik de meer roze kleur, die heet Heatwave. En die kleur breng ik ook gewoon zo aan in mijn arcadeboog. Ik vind dit paletje ook echt ideaal voor beginners, omdat de kleuren gewoon niet te heftig zijn. Ze zijn ook niet echt super gepigmenteerd, waardoor je er echt niet heel makkelijk mee kunt werken. Ze zijn gewoon heel lichtgewicht, ze blenden gewoon lekker makkelijk uit. Echt top. Dan pak ik de matte bruine kleur, die heet Driftwood. En daar pak ik een heel klein beetje van. En dan ga ik er ook mee in mijn arcadeboog. En dan vooral in de buitenste hoek. Ook dit is een hele aparte bruine kleur. Het heeft een beetje een groene ondertoon. Dat zie je niet heel vaak. De meeste bruine kleuren hebben een beetje gewoon zo'n warme ondertoon. En ze zijn gewoon echt een bruin. Echt een beetje een kastanjebruin. Dus dit is ook een hele aparte bruin. En dat vind ik ook wel apart en leuk. Dan maak ik met mijn Catrice Concealer een cut crease. Dan pak ik deze prachtige glanzen rosé kleur, die heet Tankini. Die breng ik zo eerst aan met mijn vinger en dan zo met de kwast. Ik heb mijn kwast nat gemaakt met MAC Fix Plus. Zo, en zoals je kunt zien heb ik de cut crease hier een beetje open gelaten. Daar heb ik geen kleur aangebracht, omdat ik daar deze licht blauwe glanzende kleur wil aanbrengen. Die heet Vitamine C. En die breng ik dan zo aan op de rand van de cut crease. De glanzende kleuren in dit paletje zijn ook echt super creamy. Echt geweldig. Dan pak ik weer die bruine kleur Driftwood. En met de kleinste fluffy kwast uit mijn ogenzet, blend ik het hier allemaal nog een beetje mooi in elkaar. Wauw, dit is echt geweldig. Dan een mascara die ik heb ontdekt en echt geweldig vind. Als je de video hebt gezien waarin ik allemaal mini make-up heb getest, dan heb je hem al gezien. En dat is de Damn Girl Mascara van Too Faced. Ik heb hier de mini versie en hij is echt geweldig. Dus zodra deze op is, koop ik gelijk de grote. Ook valt het mee qua prijs, want de grote is iets van 20 euro. En ja, ik dacht in het begin dat hij 30 euro zou zijn geweest. En dat vind ik echt super duur. Maar 20 euro is op zich wel gewoon te doen. Als nep wimpers gebruik ik Tati wimpers in de stijl TL4. Ik had een PR-pakket gehad van hun met 4 van hun wimpers. En ze zijn echt geweldig. Vooral TL4 en TL3 zijn echt super mooi. TL4 is mijn favoriet, dus die ga ik opdoen. En dan gaan we beginnen aan mijn gezicht. Dan ga ik mijn gezicht primen, ook met iets wat ik had getest in de mini make-up video. En I just fell in love. Dit is echt een geweldig product. Sinds toen ben ik hem al aan het gebruiken. En dat is de Too Faced Hangover Primer. Dit is hem dus in het klein, maar ik wacht totdat hij op is. En dan ga ik zeker de grote halen, want dit is echt een van de beste primers.
ever. Ik breng hem aan met mijn Sarah Marie Cosmetics Body Kabuki Brush. En echt, sinds ik hem heb, hij is echt geweldig. Hij laat je make-up goed zitten. Hij maakt je huid mooi smooth en zo plakkerig, waardoor je make-up goed blijft zitten. En hij hydrateert de huid echt. En dat vind ik echt een groot pluspunt, omdat ik een normaal tot droge huid heb, is dat altijd echt top. En hij blendt gewoon snel in. Echt, I love it. Dan is het tijd voor fondue teint. Toen ik nog bij Kiko werkte, kwamen er altijd van die iets oudere vrouwen. En die vroegen altijd om fondue teint in plaats van foundation. Dus voor fondue teint / foundation heb ik hier de nieuwe Hello Happy Foundation van Benefit. Geweldige foundation. Dit is de Hello Happy met een medium coverage. En ze hebben er ook eentje met een lichte. En dit is in de kleur 4. En mensen, geweldige foundation. Hij is zo mooi. Hij ligt gewoon zo mooi op de huid. De kleuren zijn mooi. Hij maakt je mooi smooth. Hij heeft de perfecte dekking. Echt geweldig. Dan een geweldige concealer die ik heb ontdekt. Hij is goedkoop. Hij geeft veel dekking. Hij is echt gewoon top. En dat is de Elf Camo Concealer. Ik heb hem in de kleur een medium scent. Het is geen medium kleur. Het is echt een lichte kleur. Dus let vooral op als je hem bestelt welke kleur je pakt. Want je zou denken, oh, deze is best wel donker. Maar zoals je kunt zien is hij best wel licht. Hij heeft echt super veel dekking. Je hoeft ook niet veel te gebruiken. Echt gewoon geweldig. Dan ga ik baken met een losse poeder. Ik heb er twee die ik heb ontdekt en die ik wil laten zien. Ik heb hier ten eerste de Biotulin Hydrolon Magic Loose Poeder. Deze is echt super groot. Is te koop bij de Douglas. Is wel een beetje duur. Iets van €40. Deze raad ik echt aan voor de oudere huid. Op zich is die gewoon goed voor elke huid. Maar vooral 40 plus. Als jij nou mijn kanaal bekijkt, deze losse poeder is echt ideaal voor alle 40-plussers. Want hij is gewoon heel licht. Hij heeft een hele lichte dekking. Hij is heel lichtgewicht. Hij gaat niet helemaal zo in de huid, in de rimpels en zo. Dus vandaar dat ik hem echt ideaal vind voor de vooral oudere huid. Dan heb ik hier ook de mini Too Faced poeder. Deze is echt geweldig. Dit is op dit moment mijn nummer 1 favoriete poeder. Ik heb hem weer dus in het klein, maar ook weer zodra die op is, ga ik de grote halen. Deze is echt geweldig. Hij laat geen witte waas achter op je huid. Hij brengt gewoon fijn en smooth aan. Hij maakt je huid gewoon mooi smooth, zonder dat het er zo poederig uitziet. En hij geeft je ook gewoon een mooie medium naturel dekking. Echt ideaal. Qua contourpoeder heb ik niks gevonden waarvan ik echt denk, wauw. Dus ik gebruik gewoon mijn Ethos contourpoeder in de kleur Light Medium. En als pressed poeder gebruik ik gewoon weer mijn Benefit Hello Flawless poeder om nog onder mijn ogen te gaan. En dan om mijn gezicht iets minder poederig te maken, een beetje MAC Fix Plus. Dit is de geur Rose. Dan ga ik heel even snel nog mijn ogen afmaken. Ik wil mijn ogen ietsje meer openmaken, dus ik gebruik een nude oogpotlood. Dit is de Rimmel London Scandal Eyes oogpotlood in de kleur 005 Nude. En dan pak ik weer mijn Jouer paletje. En dan pak ik deze bruine kleur weer, Driftwood. En met de kleinste bullet kwast uit mijn collectie breng ik die kleur zo aan onder mijn ogen. En dan pak ik die kleur Heatwave. En daarmee ga ik er een beetje overheen om het iets meer fel en kleurrijk te maken. So, nothing too much. Dan pak ik weer mijn Damn Girl mascara. En dan breng ik die ook aan op de onderste wimpers. Dan zijn we nou echt helemaal klaar met de ogen. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Een hele fijne betaalbare bronzer die ik heb ontdekt is de Revolution Mega Bronzer in de kleur 02. Warm. Dit is dus echt een hele warme sunkist bronzer. Hij is heel erg groot, dus hij gaat echt like nooit op. En hij is heel goedkoop. Ik heb hem van Pussy Shop. Enige waar je wel een beetje op moet letten is dat er echt best wel veel van afkomt in één keer. Dus ga echt in met een hele lichte hand. Maar de kleur is echt geweldig. Hij is er ook in kleur 1. Die is meer cool. Dus als je iets meer een koele huid hebt en iets minder oranjeachtig wilt zijn, dan kun je beter gaan voor 1. Maar ik hou altijd van die sun-kissed effect. Dat het echt is alsof ik bruin ben door de zon.
Dus ik vind hem echt geweldig. Dan blush. Een blush waar ik echt verrassend genoeg super blij mee ben. Is er eentje van de AliExpress van het merk Focalure. Heb ik hier de Ombre Blush in de kleur 03 Tequila Sunrise. En deze blush is echt super mooi. De verpakking is mooi. Hij is zo ombre. Er zit een hele lichte glans doorheen. En ik vind hem echt geweldig. Hij blendt mooi. Hij brengt mooi aan. Echt toppie, toppie, toppie. Ik heb een hele video gemaakt over dit AliExpress merk. Dus als je die wilt zien, check eventjes mijn vorige video. Dan highlighter. Eentje die echt geweldig is. En ik ben zo blij dat ik hem heb. En dat is de Essence Summer Days and Nights Glow Bar. Deze is 10 euro en is echt geweldig. Hij heeft allemaal mooie kleuren die echt allemaal gewoon echt te gebruiken zijn. Er zit geen enkele kleur bij waarvan ik denk, ja, die is niet echt te gebruiken. Ik vind ze echt top, top, top. Ik vind vooral die kleur en die heel erg mooi. En wanneer ik er zelf bruiner op heb, vind ik deze ook echt heel mooi op mijn huid. Ik ga nou even die kleur en die kleur mixen samen met elkaar. En dan breng ik die gewoon zo hier aan. Echt een geweldig paletje. De glow blijft ook gewoon lang op de huid. En hij is zo lekker mooi heftig. I really like it. En wat ik dan ook nog doe, ik pak die lichtste kleur en die breng ik zo aan in mijn binnenste ooghoeken. En ook zo op mijn neus. En wat ik dan ook nog doe om de bronziness op mijn huid nog een beetje te accentueren, is ik pak de bronzy glanzende kleur. Daar pak ik gewoon een klein beetje van. En die breng ik dan nog zo'n klein beetje zo hier aan. Voor zo'n mooie bronzy glow ook daar. Dan de lippen. Ik heb een prachtige nieuwe nude lip combo ontdekt die ik jullie wil laten zien. Als lippotlood gebruik ik de Morphe Sweet Tea Lip Pencil. Dan heb ik hier dit Essence lipstickje in de kleur 03 This Is Me. Een hele mooie nude kleur. En die breng ik dan aan in het midden. En dan kun je het in principe gewoon zo laten. Zo is hij al heel erg mooi. Maar als je er nog een mooie glossje overheen wilt doen, heb ik hier ook dit Essence lip glossje. Ik weet alleen niet meer hoe ze heten, want alles is er al af. Maar dit zijn de plumping lip glossjes, als het goed is. En ik weet ook niet welke kleur dit is, want ook dat is er afgegaan. Dus lange leven Essence. De verpakkingen vervagen altijd. Maar dit is een beetje zo'n nude bruine kleur. Als ik de kleur nog kan vinden, dan zet ik het erbij in de beschrijving onder deze video. Ik hou altijd van lipgloss, dus ik vind dit echt geweldig. Dan een hele, hele fijne glowy illuminating setting spray die ik heb gevonden en echt geweldig vind, is de Technique Magic Mist Setting Spray. Is echt een top spray. Kijk ook hoe mooi. En hij maakt mijn gezicht echt zo mooi glowy bronzy en I really like it. Nou, dan is de look helemaal af. Ik vind het een hele mooie bronzy, warme make-up look met een pop van blauw er doorheen bij mijn ogen. Dit waren dus een aantal producten van de afgelopen periode die ik heb ontdekt, gekocht, gehad, whatever. Ik vind ze echt geweldig. Ik raad al deze producten echt zeker aan. Het zijn een aantal dure producten, maar ook zeker een heleboel betaalbare die echt geweldig zijn. En vergeet vooral niet te laten weten of je dit soort video's leuk vindt. En dat kun je doen door een like achter te laten en een leuke reactie. Dat vind ik ook altijd leuk. Ik geef altijd iedereen hartjes. En dan hoop ik weer dat iedereen heeft genoten van de video. En dat ik iedereen weer een beetje blij heb kunnen maken. Voor iedereen die misschien een iets mindere periode heeft of dag. Just keep smiling always. En vergeet ook niet te abonneren door hier op mijn hoofd te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer te zien bij de volgende video. Doeg!